Er is ons door de media al veel informatie verstrekt over de gezondheidszorg. Hoe vergaat het ons in de Kempen? Hier bij de zorgvilla in Hoogloon wonen dementerende ouderen. Inge, hoe ondergaan de bewoners deze maatregelen? De bewoners ondergaan het eigenlijk best wel heel erg goed. Ze hebben gewoon de activiteiten, we hebben de raambezoeken, we doen regelmatig beeldbellen met de familieleden. Ze missen natuurlijk wel de familieleden en het is echt heel vervelend dat we niet de straat op kunnen, maar ze maken het goed. We hebben toevallig extra personeel van de dagbesteding die dicht is, dus we kunnen toch de extra aandacht bieden die de normale families geven. En natuurlijk, we zijn geen familie, maar ja, ze maken het goed. Karin, welke activiteiten hebben jullie ondernomen om het aangenamer te maken? Nou, eigenlijk gaan gewoon alle activiteiten binnenshuis gaan gewoon door voor onze bewoners. Extra aandacht aan de persoonlijke zorg. We lezen de krant met bewoners, we doen spelletjes, we zingen. En met het lekker weer hebben we al veel buiten kunnen zitten. We hebben wat extra activiteit gehad. Van de week met Moederdag hebben we de families gevraagd om wat plantjes in de tuin te zetten, zodat het uitzicht van de bewoners weer wat fleuriger is. Goed. Is het goed? Ja. We hebben via Joriszorg zijn er placemats gemaakt die nu bij de bewoners op tafel liggen met foto's van kinderen, kleinkinderen. Wat ja, het is toch wel heel leuk vinden de bewoners. De Mimakker komt aan de raam een raambezoek doen. Gelukkig hebben we wel nog de binnentuin, want anders gaan wij heel veel wandelen met bewoners. Nu kunnen we toch stukjes lopen in de binnentuin. We hebben een optreden gehad in de binnentuin. Ja, al met al proberen we het er het beste van te maken deze hele lastige tijden. Het is pittig, het is hard werken. Voor familie is het verschrikkelijk dat ze hun naasten toch op het laatste van hun leven niet meer kunnen bezoeken. Persoonlijke bezoeken. Ja, we hebben lichtpuntjes, bewoners die genieten. Mooie momenten proberen we echt wel vast te leggen voor familieleden. Dat ze toch iets mee, dat ze het mee, toch kunnen deelmaken vanuit deze laatste lastige periode. Vivian, je hebt als verpleegkundige onlangs de overstap gemaakt van het Maxima MC naar het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Hoe verging het jou in de coronatijd? In het begin is het allemaal wennen en nieuw en dat is voor iedereen zo. Ik werkte in het Maxima op de acute opnameafdeling. Daar ontvangen wij normaal alle mensen die opgenomen moeten worden, of dat van een poli is of vanuit de eerste hulp. En vanuit ons gingen mensen verder het huis in, om het zo maar te zeggen, naar de afdeling waar ze horen. En de acute opnameafdeling die werd op dat moment triageafdeling. En dat houdt in dat op die afdeling was op een andere afdeling met allemaal nieuwe plekken en waar je niks wist te liggen in eerste instantie. En daar kwam iedereen die een verdenking had op corona. Dus op het moment dat iemand koorts had, dat iemand hoestte, was die verdenking er. En werden ze gekweekt, kwamen ze bij ons op de afdeling. En vanuit daar, zodra de kweekuitslagen bekend waren, werden ze doorgeplaatst naar een verpleegafdeling. En dat was dus of een coronapositieve afdeling of een gewone reguliere afdeling. Ja, en dan is het heel erg zoekende, want al het personeel wordt door elkaar gegooid. Alle mensen moeten zoeken naar hun weg daarin. De een vindt het heel eng en de ander is daar wat nuchterder onder. Dus dat is gezamenlijk een weg zoeken als personeel. Ja. Suzanne, eigenlijk werkzaam op de afdeling oncologie. Stopte dat meteen? Nee, in principe de zorg bij oncologie stopt natuurlijk niet meteen. Die patiënten daar hebben ook gewoon de zorg nodig. Het was wel zo dat wij als oncologie verpleegkundigen gingen wij ook naar de coronapositieve afdeling om daar dus te helpen met de verzorging van die patiënten. Dat hebben we vooral in de eerste periode gedaan. En daarna zijn we als afdeling oncologie en als interne zijn we een eigen afdeling soort van begonnen. De palliatieve corona-afdeling. En daar kwamen alle patiënten die of niet meer beter zouden worden of zelf geen behandeling bijvoorbeeld meer wilden voor de corona. En die kwamen daar eigenlijk om te overlijden. En daar hebben wij dus als interne en oncologie hebben daar dan gestaan, zeg maar, onze diensten gehad. Dat lijkt me vrij heftig. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, het begin is heel erg wennen dat je dus op een andere afdeling staat met een patiëntencategorie die je eigenlijk niet kent, want het ziektebeeld is voor iedereen gewoon heel nieuw. En je staat dus met collega's die je niet kent en waar je eigenlijk niet van weet van wat je er van kan verwachten en ja, dat je op je kunt vertrouwen, zeg maar. Maar het was ook alweer, ja, ook wel weer heel leuk om te doen, want je hoort het natuurlijk allemaal in het nieuws, dus dan ja, maak je het ook alweer zelf mee en dat was wel ook wel weer heel interessant. En van de palliatieve afdeling was het gewoon heel fijn dat die afdeling geopend werd, zodat bezoek en zo, die mochten natuurlijk minder bezoek hebben, de patiënten. En op die palliatieve afdeling mochten 2 bezoekers per patiënt, waardoor het dus iets beter afscheid genomen kon worden. Dus dat was heel fijn ook, dat mensen toch niet alleen de laatste fase ja, ingingen, zeg maar. Dus dat was wel heel prettig. Het voelde in het ziekenhuis als 1 groot team met 1 grote missie. En dat was de corona samen aanpakken. Els, jouw vader is getroffen door het virus. Hoe heftig was dit voor jou en voor moeder? Nou, een hele heftige periode is het geweest met veel indrukken. Waarbij ons pap in eerste instantie in het ziekenhuis kwam met de dubbele longontsteking. Een dag later kwam daar het coronavirus bij als uitslag. En weer een dag later kwam hij op de IC terecht, omdat hij eigenlijk zo verslechterde dat volledig de beademing overnemen wel nodig was. Dus op dat moment werd hij ook in een kunstmatige coma gebracht. Met de buizen en alles, medicijnen erop en eraan. Een hele spannende periode, omdat je iedere keer weer nieuwe technieken hoort, nieuwe keuzes hoort in het ziekenhuis. En wat brengt het met zich mee? Hè, een keuze maken voor wel of niet een buikligging. Je hoort er dingen van op tv. En ja, wat gaat dat doen? Hè? Is dat een goede keuze? Niet? En zo doorloop je eigenlijk een aantal weken in ons geval op de IC. Waarbij ze iedere keer weer proberen om het net weer anders in te stellen. Kan hij wel om met ondersteuning gaan ademhalen? Nee, toch niet. Weer terug. Uiteindelijk de keuze gemaakt dat hij door het ziekenhuis, of ja, eigenlijk door het landelijke punt, dat hij naar Groningen overgebracht werd. En dan ben je een aantal weken verder waarin hij op een gegeven moment toch de stap maakt naar weer zelf ademen. Weer langzaamaan wakker worden. Wij op een gegeven moment wel het idee hadden, hij is wel weer in het hier en nu. Maar voor hem, nu achteraf ook wel blijkt, dat er heel veel zaken voor hem onbekend zijn geweest. Je probeert dan op een gegeven moment contact met hem te maken via Skype. Toch met elkaar het gesprek weer te hebben, elkaar weer te zien. Een contact wat je ontzettend mist in elkaar fysiek kunnen aanraken. Er zijn, naast zijn bed staan. Voor hem ook een hele spannende periode geweest, Groningen, om daar wakker te worden. Iedereen zei dat hij in Groningen was. Voor zijn gevoel, vanuit de dromen die hij had, had hij het gevoel dat hij in België was. Een compleet andere wereld met alleen maar mensen om hem heen in pakken. Je ziet alleen de ogen van de verpleging. Dus best een traumatische situatie waarin hij dan wakker moet worden. Je hebt een dagboek bijgehouden. Welke waarde heeft het nu en voor later? De waarde, ja, enerzijds voor mij heeft het een stukje ja, verwerking, een stukje beleving van wat maak je mee. Het van je afschrijven wel gehad in de periode, zeker toen mijn pap nog in het ziekenhuis ook lag. En voor mijn vader heeft het dagboek een waarde, dat het, hij heeft het inmiddels al een keer gelezen. Hij zal het zeker nog vaker lezen. Om ja, ook voor hem de beelden te krijgen van wat is er gebeurd. Wat ze ondertussen, ja, de hele wereld stond op zijn kop, maar ja, hij wist van niks. En ook bij het wakker worden, ja, waarin is hij hem beland. En het geeft ons ook veel stof om nu gesprekken met elkaar te hebben. Over wat we meegemaakt hebben, hoe het voor hem is geweest, wat het voor ons is geweest als gezin. Dus dat, ja. Jeroen, coronapatiënten hebben veel hulp van een fysiotherapeut nodig. Hoe anders gaat dit nu? Ja, laat ik ten eerste zeggen dat het verschil vooral ook zit in het feit dat je al begint met een werken vanuit een multidisciplinair team. Dus de mensen die vanuit het ziekenhuis uiteindelijk in een huiselijke omgeving verder behandeld worden. En dan wordt per patiënt bekeken waar de accenten liggen. Dus of ze meer ergotherapie, meer fysiotherapie of een psycholoog nodig hebben. Dat is denk ik een grote meerwaarde. En dan komen mensen thuis. Dus toen ik Jan eenmaal in de
huiselijke situatie weer aantrof, daar zo en voor het eerst ontmoeten, dan ga je niet gelijk allerlei oefeningen geven. Ten eerste, ze krijgen wel wat oefeningen mee vanuit het ziekenhuis. Maar goed, die huiselijke omgeving die vraagt veel meer van de mens, van de patiënt. En dat betekent dat tandenpoetsen of jezelf aankleden alle oefeningen op zich zijn. Plus dat dat ook niet het enige is. Sterker nog, dat is helemaal niet het enige. Want juist als mensen weer thuis zijn, dan gaat de film die er toch al speelt, die gaat weer een hele andere rol krijgen in het leven. En dat is ook waar je natuurlijk oog voor moet hebben en waar je aandacht aan moet besteden. En sterker nog, daar moet je zeker op bedacht zijn dat dat misschien wel veel meer aandacht vraagt dan het fysieke zelf. En daarom is het ook goed dat er meerdere mensen meekijken en iedereen kijkt wie op zijn terrein op dat moment zijn rol heeft en welke rol. Het virus blijft ons bezighouden. Laten we hopen dat door het in acht nemen van de maatregelen de ziekenhuisopnames blijvend verminderen.